Beste broeders en zusters uit de regio Tiel, met deze video willen wij u een beeld geven van de Caritas die hier in onze regio gebeurt. Er gebeurt heel veel. En het is goed dat we precies in de Advent daaraan denken. Dat we al die mensen die zorgen en de mensen voor wie gezorgd worden, dat we die in onze aandacht houden, dat we solidair met hen zijn en dat we ook voor hen bidden met een dankbaar hart. Want er gebeurt veel. En nu gebeurt er veel in het verborgen. Omwille van corona, omwille van de afstand, kunnen we niet nabij zijn zoals we het zouden wensen. Gelukkig zijn er mensen die toch nabij zijn. En wij willen met deze video, met de voorstelling van deze verschillende schitterende initiatieven, die nabijheid ook in beeld brengen. De nabijheid van ons hart met zoveel andere harten. We heten u van harte welkom in deze voorstelling. Dag François, fijn dat we ook hier even mogen komen filmen in Dentember, in Zichem. Maar wie ben jij en wat gebeurt hier eigenlijk? Kan je ons daar iets meer over vertellen? Ik ben François Tielens, ik ben de voorzitter van Sint-Vincentius Elkmeur in Zichem. Maar ik ben ook de ondervoorzitter voor Vlaams-Brabant van Sint-Vincentius. Hier gebeurt de voedselverdeling, maar niet alleen de voedselverdeling. We hebben ook nog een speelgoedafdeling, huisraad en kleding af. Dus we zorgen eigenlijk het hele pakket aan de hulpbehoevenden. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met ons CRW. Zij sturen elke maand de lijst van de gerechten en het voedselpakket te horen. Nu zijn we hier druk bezig met de voorbereiding van de voedselverdeling die plaatsvindt volgende week woensdag. Dus nu gaan de mensen vrijwilligers de pakketten klaarmaken. Op de verdeling zelf, daar komt er ook nog dienstjes en voeding bij. En ook nog groenten en fruit. Hoe gaat het concreet in zijn werk? We vragen de mensen steeds hun mondmasker dragen. We gaan de ontspetten voor ze binnenkomen. We laten één persoon per gezin binnenkomen. Dan controleer ik daarna of dat ze recht hebben op het voedselpakket. En ja, samenstelling van het gezin geef ik door aan de mensen die de pakketten samenstellen. Groenten voor één persoon of voor vijf personen. En een beetje vanaf. Er wordt ook altijd gevraagd door de vrouwen die aan de diepvries staan van wat wilt je? Vlees, vis of gevogelte. Of mag het een beetje van alles zijn. Maar dat is ook de enige keus die mensen hebben. Wij zijn geen sociale kruidenier, dus we kunnen alleen maar aanbieden hetgeen we zelf ook krijgen van onze winkels waar we mee samenwerken. Mocht dat nu niet het geval zijn, dan zou je alleen maar elke maand de inhoud van een blauwe bak krijgen. En niks anders. Het is dankzij die samenwerking die we opgebouwd hebben in de loop der jaren met al die Scherpenheuvel, al die Hesselt, de Leijzer Diest en de Leijzer Bekkenvoort. Waar we twee maal per week langs gaan, we zijn nu net terug van de lijstendist. Dan krijgen we de goederen mee die net voor verval was. Het mag nooit vervallen zijn. Hè. Wij mogen dan van het voedselveiligheidsagentschap het dat gedurende twee maanden invriezen. Je hebt ook gezien, er wordt telkens het etiket, de datum, dat ingevroren wordt, vermeld op de voeding. Dat is zo'n beetje. In vogelvlucht, wat er gebeurt eigenlijk. Nee, we zien François, ook. Ik wou nog even vragen, het is een heel moeilijke periode nu. Ja. Ik neem aan dat jullie dat hier bij Sint-Vincentius, bij de voedselbank ook voelen. Hoe voelen jullie dat? Hoe zien jullie dat? Er is een heel sterke toename in het cliënteel. Mm-hmm. Ik heb voor deze maand, vorige maand had ik 6 nieuwe gezinnen. Deze maand heb ik opnieuw 5 nieuwe gezinnen. Die dan via het oog zijn weet. Maar je hebt ook gezien, er zijn nog een aantal bakken met een ander kleurtje. Mm-hmm. Omdat soms komen mensen ook bij ons rechtstreeks aankloppen. Ja. Het kan gebeuren dat iemand net boven het inkomengrens zit om recht te hebben op een voedselpakket, maar het toch niet redt. Mm-hmm. En dan ondersteunen wij het met de producten die wij krijgen van de winkels. En dan maken we de afspraak, we gaan je gedurende 3 maanden helpen. En binnen die 3 maanden moet u in orde stellen met ons zijn. Maar dat mensen niet echt zonder eten komen en zonder voeding, want dat kan natuurlijk. Ja. Dus jullie doen er alles aan om dat niemand uit de boot zou vallen eigenlijk. Dat is een ver doorgedreven solidariteit. Ja. Solidair zijn is natuurlijk
een heel mooie boodschap hier in de advent. Hè. We zijn stilaan op weg naar kerstmis. We zijn als christen op weg naar de poort van het licht. Een mooie boodschap, die solidariteit. Misschien heb jij ook nog een boodschap als goede vrijwilliger, als vrijwilliger die zoveel doet voor de solidariteit tussen de mensen. Wel, ik ga heel kort schetsen waarom dat ik het doe. Mm-hmm. Ik was geboren met een zware hartafwijking. Mijn ouders waren ook maar gewoon arbeiders en ik kon alleen maar in Amerika gered worden. En men heeft actie gevoerd om geld in te zamelen om toch die operatie te kunnen betalen in Amerika. Dankzij deze solidariteit leef ik nog en heb ik 2 kinderen en 7 kleinkinderen. En dat is mijn drijfveer om het hier te doen. Dus eigenlijk, als ik het goed hoor, de kansen die jij gekregen hebt, die wil je voor een stuk teruggeven. Ik wil iets terug doen aan de maatschappij die mij de kans gegeven heeft om te leven. En dat mensen hebben soms een verkeerd beeld. Het is niet altijd te ver van mijn bed. Maar ook bij u in de straat, goed rondkijken. Kinderen die met een lege brooddoos naar school komen. Kinderen die nooit een geschenkje krijgen. En die zaken proberen wij mee op te lossen. Kan iedereen overkomen. Het kan iedereen overkomen. Ja. Ik denk dat dat ook een heel sterke boodschap is van het kan ook u of mij overkomen. En daarvoor is het goed dat we zorgen voor elkaar. Ja, zeker. Dat moeten we blijven doen. Prachtig wat dat jullie hier doen. Dank u wel dat we hier mochten aanwezig zijn. Graag gedaan. Thank you.